Surfjante Patrick en Raymond hebben een groep motorrijders in vizier die eerder aan het stunten waren op een bedrijfsterrein. Het gaat om leden van motorclub Wheelie Time die berucht zijn om hun levensgevaarlijke capriolen. Kijk, Wheelie. Rood. Rood zwart shirt. Dat is Wheelie Time, hoor. Ja, ja. Ze hebben allemaal Wheelie Time, hè. Ja. Zwart is hard. Deze motorclub beschikt zowaar over zijn eigen bedrijfskleding. Kort met een Wheelie. Rode weer met een Wheelie. Weer. Dat is allemaal kort. Vraag of er een motorrijder in de omgeving is. 82-30 OC. Zo gaan ze. Ja, OC, heb jij iets van een motorrijder in de omgeving? We hebben hier een hele club van Wheelie Time. Nee, ik heb niet direct iets in de omgeving van Houten. Nee, dat gaat over. Dan doen we het zelf wel. Ja, dan houdt het op. Dan gaan we kijken het beste ervan maken. De motorrijders ruiken al snel onraad. We zijn stuk. Jammer, joh. We gaan uitrijden. Zwarte. Die rode gaat weer in een wheelie, dus die verdient hem sowieso. Hij houdt ons op. Ja, dat maakt niet uit. Kwot gaat weer op een wheelie. Een van de motorrijders probeert de videowagen op te houden om zijn maatjes enige voorsprong te geven. Maar de surveillanten hebben de kentekens al genoteerd. De rode heeft ons gespot. Wat wil je op een wheelie, ja, hè? Heel stuk, hè? Zet hem net pas neer. Is het de tweede keer of zo? Dan ga ik gewoon blauw aanzetten, hoor. Opnieuw tracht de motorrijder de agenten te hinderen en ze besluiten de sirene te gebruiken. De stuntmannen weten nu zeker dat de politie hen achtervolgt en verspreiden zich als een zwerm bijen. Mike Zulu Zulu Romeo 64. Nee, die daartussen. Die is het, die nu rechtsaf gaat. Aida. Dat is hem. En dan vliegen de motormuizen links en rechts de wijk in. Over het fietspad heen. Mike Zulu Golf X-Ray 68. Mike Zulu Golf X-Ray 68. Paaltje. En dan houdt het verhaal voor de agenten op, want tegen paaltjes en smalle steegjes zijn ze helaas niet opgewassen. Maar aan een bekeuring zullen de heren niet ontsnappen, want hun kentekens zijn bekend. We zijn echt geweest op het industrieterrein in Houten. Daar was een melding dat er een groep motorrijders aan het stunten of aan het streetracen zou zijn. Nou, ter plaatse trof inderdaad ook een groep met motoren en quads aan die inderdaad aan het stunten waren geweest. Op het moment dat ze ons zagen, reden ze ook heel snel weg. Deze groep is bekend omdat ze heel veel filmpjes maken op onder andere YouTube. En daar is heel goed te zien dat zij allemaal hele rare fratsen en streken uithalen op de openbare weg. Ze maken veelvuldig overtredingen. En die overtredingen, ja, dat kan gewoon echt niet. Het is levensgevaarlijk, niet alleen voor zichzelf. Er zijn ook genoeg filmpjes te vinden waarbij ze heel hard crashen. Maar het is vooral heel gevaarlijk voor alle omstanders. Onschuldige burgers die gewoon normaal op straat rijden en ineens geconfronteerd worden met deze waaghalzen. En daarom treden we er ook hard tegen op. Het is ons ook mogelijk tegenwoordig om aan de hand van de filmpjes overtredingen te bestraffen. En ze zullen ook zeker vanzelf een aantal keren post van ons thuis krijgen. Geen wielies! Kijk me in mijn blauwe oog! Geen wielies! Nooit meer! Doei!